Helemaal en leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een school morning routine. Met de nieuwe coronamaatregelen mogen we natuurlijk nu in ieder geval één keer weer naar school toe, fysiek. Nou moet ik zeggen dat ik een schoonheidsspecialistenopleiding doe, dus ik mocht al de hele tijd gewoon door naar school. Ik mocht zelfs 2 dagen in de week naar school voor mijn praktijklessen, dus voor mij is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Deze video is opgenomen op een vrijdag en dat betekent dat ik pas om 12 uur hoef te beginnen. En zijn jullie nou benieuwd hoe mijn school morning routine eruit ziet? Blijf dan zeker weten eventjes verder kijken. Hey guys, mijn wekker ging vandaag pas om 9:45, dus dat was heel erg lekker. Kon ik een beetje uitslapen. Meestal het eerste wat ik doe is, ik zet even mijn extra kussen achter mijn normale kussen, want dat ligt gewoon heel erg lekker. En meestal ga ik dan eerst even nog een kwartiertje zonder op mijn telefoon te zitten. Gewoon een beetje denken. En dan ga ik mijn vlecht uitdoen. Ik slaap eigenlijk altijd met een vlecht in. En ja, het is wel wat beter als het eruit is. Toen was het dus een kwartiertje later, 10:30. En meestal het eerste wat ik doe is eventjes een lekkere warme trui aandoen. Want ik heb het vaak best wel koud in de ochtend deze dagen. Lekker comfy, want daar houden we van. Nou, dan ga ik eventjes op mijn telefoon. Dan ga ik gewoon een paar social media apps bekijken, maar lang niet alles. Meestal het eerste wat ik de laatste tijd doe is een muziekje opdoen, want ik merk dat ik dan gewoon lekker wakker word met muziek aan. En dan ga ik eventjes uit mijn bed om mijn gordijn open te doen. En het was echt super lekker weer toen ik naar buiten keek. Daarom was ik hier ook een beetje blinded by the lights. Dus ja, maar ik vind het heerlijk. En zoals je ziet vibe ik lekker op mijn muziek. En dan ga ik dus eventjes op mijn telefoon. Op een duur is het tijd om mijn been aan te doen. Voor de mensen die het niet weten, ik heb een prothesebeen. En zoals je ziet heb ik heel veel zin om mijn bed uit te gaan. Niet dus, want ik had het koud. En meestal ga ik eventjes rekken en strekken. En zoals je kan zien. Nou, dan ga ik allereerst mijn liner aandoen. Liner is dit ding wat je hier ziet. Dat is eigenlijk een soort van bescherming. Een soort van sok eigenlijk wat je aandoet. Ja, dat doe ik eigenlijk altijd heel erg snel. Zoals je ziet is het ook best wel vlug klaar. En dan doe ik mijn prothesebeen aan en doe ik hem eerst eventjes uit de oplader. Want het is gewoon letterlijk net zoals je telefoon opladen in de nacht. Nou, en dan zet ik hem eventjes er goed in. En dan ben ik klaar om te bewegen op deze dag. En dan gaan we natuurlijk eventjes lekker ontbijten. Wat ik als allereerste doe is ik pak mijn medicijnen voor de dag. Ik heb namelijk in de ochtend en in de avond neem ik nog medicijnen voor voornamelijk mijn fantoompijn die ik heb na mijn amputatie. En ik ben zo'n poesie die geen pillen durft te slikken, dus dan maar in bekers. En ik ben ook niet echt een hele goede ontbijter, maar ik probeer wel gewoon vaak een broodje te eten in de ochtend. Dus ik had vandaag dit op mijn brood. En ja, je moet natuurlijk wel een beetje ontbijten. Dus zo zag dat eruit en ik neem ook altijd een lekker kopje thee. En meestal neem ik deze mango smaak, dat is echt mijn favoriet. En dan gaan we eventjes lekker opeten en opdrinken. Zoals je ziet bij dit drankje trek ik echt een vies gezicht, omdat het gewoon echt een soort van zoete ranja is ofzo. Dus ja, dat is niet echt een lekker drankje. Ik pak altijd eventjes mijn beauty case erbij. Dit noemen ze een beauty case. Daar zitten gewoon al je spullen en materialen in voor de praktijklessen. En daar zit ook dus eigenlijk altijd standaard mijn praktijk outfit in. En dit doe ik eigenlijk altijd al aan direct voordat ik naar school ga. Want dan hoef ik dat daar ook niet meer te doen. En dan maak ik ook nog eventjes snel mijn bed op natuurlijk. Oké, jongens, we gaan even een outfit switch doen. Tadaa! Zo ziet de schooloutfit eruit. En zoals je ziet is mijn naam er ook op geborduurd. Heel erg gaaf. Nou, omdat mijn haar echt super vettig was, als het je nog niet was opgevallen, dan vind ik het erg knap. Maar dan gebruik ik altijd even wat droog shampoo voor van het merk Batiste. En meestal doe ik altijd eventjes een hoge staart in voor de praktijklessen. Want we moeten ons haar altijd vast hebben, wat natuurlijk wel logisch is. Omdat wij dus praktijkbehandelingen volgen op school, hoef ik dus eigenlijk ook geen make-up op. Dus we laten het gewoon lekker zo. Maar wat ik wel altijd nog eventjes doe, is eventjes met wat micellairwater over mijn gezicht heen. Meestal was ik ook gewoon even mijn gezicht in de ochtend. Dat doe ik bijvoorbeeld met dit
dingetje van Clinique, die had ik ooit gekregen. Of met huidvat en dan de reinigingsgel. Die vind ik ook heel erg fijn. Voor mijn huidtype is dat heel erg goed. Alleen daar heb ik nu niet heel veel tijd voor, want ik moet een beetje opschieten. Dus ja, wat ik nog wel vaak doe is eventjes wat vaseline of een lipgloss of zo. Laten we dat nog maar even snel gaan doen. Ik gebruik altijd het micellair water van het merk Garnier. En dan voor de gevoeligheid met de roze dop. En ik vind dat wel fijn om dat eventjes te doen. En het voelt ook lekker fris. Zo, nu zijn we weer helemaal clean. Meestal ga ik me dus altijd omkleden in een normale outfit, dus koos ik ook eventjes een outfit uit om na de praktijkles aan te doen. Ik had deze broek met gaten van de Stradivarius en ik had dit hele leuke overslagtopje van Shein. Deze kan je ook zien in mijn vorige Shein shoplog. En dan doe ik ook vaak eventjes mijn raam open voor wat frisse lucht. En dan kunnen we natuurlijk parfum niet vergeten, want ik heb eigenlijk altijd elke dag standaard parfum op. Ik hou van parfum. Ik gebruik vandaag deze van Hugo Boss, namelijk de Scent. Ik gebruik altijd heel erg veel parfum, dus zoals je ziet, ja, doe ik dat gewoon. En dan is het bijna tijd om te gaan, dus doe ik nog eventjes mijn schoenen aan. En ik gebruikte vandaag mijn witte Nike schoenen. Die zitten echt heel erg fijn. Ze zijn niet meer zo wit als dat ik wil, maar hey, zijn nog wel leuk. En natuurlijk even mijn jas aan. Ik heb deze winterjas van de Stradivarius. En ik heb hier echt letterlijk bijna mijn hele outfit was zwart vandaag. En toen nam ik mijn beautycase mee. En dan was het tijd om te gaan. En dan is het 11:30 op vrijdag dus. En dan gaan we naar school toe. Dus dit was mijn school morning routine. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dit was dan alweer de video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik vond het in ieder geval weer heel erg leuk om te doen. Om jullie te laten zien hoe ja, een ochtend bij mij eraan toe gaat als ik naar school toe ga. En vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan zeker weten eventjes een blauw duimpje omhoog. Laten we gaan voor de 60 likes. Dus zeker weten eventjes allemaal dat blauw duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Doe het dan zeker weten eventjes door op de rode abonneerknop hier beneden te drukken. En dan zie ik jullie allemaal weer bij een nieuwe video. Doei!